Hey hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. We zijn er weer met een nieuwe Bluetooth speaker en dit keer van Denver. Heb ik in het verleden wel eens varianten ook van gehad en deze kwam ik tegen bij de Vibra. Ja, ik dacht mezelf, zal eens een beetje kijken waar het daar allemaal te koop is, want de Big Bazaar bestaat helaas op het moment niet meer als ik deze video maak. En nou is daar bij ons een andere winkel voor gekomen en ik zag ook een Vibra erbij en ik denk, hey, laten we eens even kijken wat we gaan krijgen. En deze komt in ieder geval met de color changing LED lights, dus dat is best wel mooi. Voor de rest is het een beetje dat JBL kloonachtig concept wat we in het verleden ook hebben gezien, zelfs met de AliExpress speakers. Hij heeft in ieder geval volumeregeling. Daarna kunnen we de audio ook mee regelen, neem ik aan. Voor de rest hebben we de aan- en uitschakelaar, een modeknop, lightning mode. Daar is in ieder geval de natuurlijk voor de verlichting. Dan hebben we in ieder geval de USB-C tegenwoordig voor te laden, een AUX in en een micro SD kaart en zelfs een USB. Dus als het gaat om de luxe, ja, deze is best wel luxe. We gebruiken altijd wel eventjes mijn Action Stanley mes of schuivenmesjes. Ik ben niet zo heel groot fan van, want je moet altijd voorzichtig zijn. Als je hem verder uitschrijft, kunnen ze wel eens zeg maar gewoon breken. Dus ik ben hier altijd heel voorzichtig mee. En terug inschuiven als je klaar bent. Voor de rest is eventjes kijken wat we in de verpakking gaan krijgen. De speaker zelf. En wow, hij is op zich best wel aardig in het gewicht. Ziet er best wel mooi uit. Hier aan de voorkant heb ik, neem ik aan, ook de LED-verlichting. Dat zullen we zo meteen even zien. Er zit dan een flapje aan. Zo kan je hem meenemen. Voor de rest vind ik het wel mooi dat hij inderdaad rode knopjes heeft voor de rest. Het flapje kunnen we inderdaad hier omhoog doen. En bevindt zich dan de AUX in, de ouderwetse. Maar wat ik wel bijzonder vind aan deze luidspreker of de Bluetooth speaker, is dat hij in principe dan gewoon alle eigenlijk opties heeft die we vaak missen. Dus de AUX-kabel, de USB. Dus ik kan een stickje in doen en een micro SD-kaartje. Dus dat is best wel luxe. Laten we eens even kijken wat er nog meer in zit. Dan krijgen we zelfs voor het geld een AUX-kabeltje. Dat is een kort kansloos kabeltje. Maar hey, hij zit er ieder geval voorbij. Hoef je die niet los te kopen. Dan krijgen we een USB-C kabeltje. En ja, dat is dan hetgene. En uiteraard de handleiding. Maar laten we eventjes kijken naar de handleiding, want er staat best wel informatie in dat we eventjes door moeten nemen. De safety information, nou ik zou zeggen, kijk dit eventjes na wat je even wel en niet moet doen. Dat is wel belangrijk, want er zit wel een batterij in. Daarnaast hebben we in ieder geval ook de technische specificaties. Nou, hij komt in ieder geval met Bluetooth versie 5.3. Hij moet opgeladen worden met een 500 mAh 5 volt adapter. Speakertjes 2 keer 5 watt 1200 mAh batterij. En een Bluetooth werking van ongeveer 10 meter zonder obstakels. Maar er is wel één functie wat me heel interessant vindt. Wat in ieder geval wat men denk ik interessant gaat vinden, is dat we hier de TWS functie hebben. En dat is best wel apart. De TWS functie is dan in principe dat we twee speakers aan elkaar kunnen knopen. Dat is best wel tof. Het was in principe ook hier op de doos, dat had ik in principe nog niet eens gezien. Maar het andere wat ik wil zien is eigenlijk hoe gaat de speaker mee. Built-in rechargeable battery 1200 mAh met ongeveer 3 uur playtime. Dus op zich vind ik dat dan wel weer een beetje jammer. Want soms die van de Action, die hebben dan eigenlijk wel wat meer speeltijd. Maar er wordt verder niks aangegeven als het gaat om met en zonder verlichting. Want uiteraard de LED-verlichting die erin zit, gaat ook heel veel gebruiken. Maar laten we ze even opstarten en eens even kijken wat we precies gaan krijgen. De speaker kunnen we dus aanzetten door de aan-uitschakelaar ingedrukt te houden. En niet enkele keren eventjes in te drukken. Daar komt hij. Oké. Hij heeft een paar leuke muziekjes, ook waarschijnlijk als hij hem uitzet. Maar ik vind het wel tof. Niet als we een of ander stemmetje hebben, want dat vond ik zo verschrikkelijk. Apart vind ik wel dat je hem even ingedrukt moet houden. En dan start hij mee op. Maar hoe is het eigenlijk met de verlichting? Nou, het is wel één gigantische kermis. Want eigenlijk aan de onderkant, maar ook aan de bovenkant heeft hij verlichting. Dan zullen we eens eventjes het verlichting een beetje minder hier zo in de studio. En dan zul je zien, op zich niet verkeerd. Ik ben wel benieuwd wat we hiermee gaan doen. Wat kunnen we eigenlijk allemaal nog meer? We hebben dan het knopje aan de achterkant zitten. Wat ik overigens wel fijn vind, is dat je voelt een soort bobbel hier zitten. En dat is wel fijn als je hem in moet drukken. Dus je moet hem niet helemaal erin douwen, wat je heel vaak hebt bij sommige speakers. Voor de rest hebben we dat meerdere functies, zoals je hier kunt zien. Maar we kunnen hem denk ik niet uitzetten. We hebben alleen maar verschillende standen, lijken met die van mij. Buiten dat heb ik niet echt een groot verschil als het gaat om de voorkant. Maar laten we eens even koppelen aan de telefoon. Al die zooi moeten we even wegdoen. Nee, ik wil geen update opbokken. Dus even kijken, dan gaan we even de Bluetooth ingedrukt houden.
Dan zetten we de Bluetooth hier aan. En dus even kijken of dat we hem kunnen vinden. En of de LED-verlichting ook iets speciaals doet als we geluid gaan aanzetten. Daar komt hij, de BTL 360. Gaat hij hem pairen? Oké. Nou, dat was dan het enige wat hij doet. En dan gaan we even muziek luisteren. Kijken of het wat is. Muziek. There we go. Oké, nou het is wel even gaan kijken, want hoe is het eigenlijk met de volumeregeling? Oké, als je hem één keer indrukt, dan krijgen we inderdaad het feit dat we een ander muziekje kunnen kiezen. Dat vind ik niet onaardig. Ik vind het overigens ook een fijne knop. Dan gaan we ingedrukt houden om harder te zetten. Nou, dat is dus maximaal volume. Dus deze staat maximaal ingesteld. Het is wat me wel eigenlijk opvalt, op het moment dat ik hem aanzet, is dat er eigenlijk best wel wat aardig wat bas in zit. Het is uiteraard niet zoals een high-end speaker. Maar ik vind hem dan in het midden en het hoog, mwah, het gaat wel. Zoals je ziet aan de bovenkant, het gaat ook echt flink tekeer. Je voelt ook echt gewoon de tafel trillen. Maar ik denk dat dit echt een speakertje is. Nou, even volgende pakken. Voor als je bepaalde nummers gebruikt. Dit is ook echt een nummer met lekker veel bas erin. Afhankelijk van wat voor soort bas. Ja, je merkt wel dat hoog vind ik dan niet echt heel aanwezig. Midden wel. Verkeerd. Maar hoe zit het eigenlijk met de verlichting? Dan gaan we dus eventjes wat geluid aan. En op zich is er niet heel veel spannends wat er gebeurt. In stand dacht ik dat eigenlijk ook de voorkant begon te mee te gaan. Maar we zouden kunnen proberen eens kijken of we andere functies kunnen gebruiken. Maar zoals je ziet is het gewoon een andere functie, that's it. Het is, volgens mij heb ik er geen tussen gevonden die uiteindelijk dan ook met de muziek mee gaan knipperen. Op het, in ieder geval het ritme. Dus daar met de verlichting is het wel heel erg beperkt als het daarom gaat. Oké, maar dan hebben we uiteindelijk wat anders. De functies die erin zitten. Nou, laten we eens even kijken naar de rest. En dat bedoel ik mee te zeggen de USB, hoe het gaat werken. Hou er rekening mee, zover ik ook begrijp, is dat we alleen maar MP3'tjes kunnen gebruiken. Voor de rest zal het niet werken. Nou, hij is ontkoppeld. Wat een raar geluidje trouwens. En dan gaan we hem even openmaken hier. En dit vind ik echt een toffe functie. Je hebt een USB-stickje met wat muziek erop. Je plugt hem erin. En we kunnen gaan met die banaan. Ik accepteer hem. Oeh, hij gaat lekker hard, jongen. Maar dat heeft te maken omdat hij natuurlijk op maximaal volume stond. Nou, we zetten nooit te veel muziek op. Maar op deze manier kan je gewoon lekker wisselen. En uiteraard hebben we ook nog de optie voor de micro SD. Kunnen we hem hier instoppen. Kijken of het klepje nog dicht gaat. Ja, hij steekt er wel een beetje uit. Het is niet dat hij in één keer waterproof is. Maar wat ik wel mooi vind aan deze constructie, dat je op deze manier gewoon al je muziek bij je hebt. Ja, werkt perfect.
En uiteraard hebben we dan ook nog het laatste, dat is de AUX-mode. Maar de AUX-mode is iets wat ik... Kijk, zou ze het verwijderen? Ik weet niet, laat me weten in de comments wat jij ervan vindt. Kijk, de AUX-mode zelf, denk niet dat het veel van toepassing is, want dit is zo'n oude telefoon, mijn testtelefoon, met een jackkabeltje erop. Ja, weet je wat het is? Dat hebben we natuurlijk ook vaak niet meer bij nieuwere telefoons. Of je moet weer een adaptertje gebruiken, is niet handig. Ik ga even niet dat kansloze kabeltje gebruiken van wat erbij zat. Daar hebben we gewoon echt geen behoefte aan. Deze heb ik los bij de Action gekocht. Heel mooi kabeltje. Kwalitatief ziet het er goed uit in ieder geval. We zullen zien hoe lang dit overleeft. Maar op deze manier kunnen we ook audio luisteren. Kijk, daar gaat hij. Dus houd wel in rekening mee. Je zult wel stroom moeten hebben. Het is niet dat je denkt, hey, ik heb geen stroom meer. Ik pluk er een AUX-kabeltje in. Geluidskwaliteit vind ik persoonlijk nou altijd net iets minder als het gaat om de AUX. Even kijken hoe dat bij deze ook is. Mwah, ik heb het idee dat het minder hard gaat. Maar het geluid op zich, ja, het kan ermee door. Al betwijfel ik wel van ja, waarom zou je eigenlijk dit nog willen gebruiken? Misschien voor een oude iPod of zo, dat je die wilt combineren op deze manier. Of een MP3-player of PIP'tje, dat zou kunnen. Als je een oude media player hebt. Dus wel leuk dat het erbij zit. En als je hem verwijdert, gaat hij automatisch gelijk weer in de Bluetooth zoekmodus. Zoals je ziet, het lampje gaat weer knipperen. De Denver speaker. Wat vind ik ervan? Persoonlijk, moi. Ik wil zeggen, ik heb wel wat betere varianten gezien. Qua prijs is die niet verkeerd en hij komt bij best vele functies. Om te beginnen hebben we natuurlijk de TBS om twee aan elkaar te knopen. Ik heb er uiteindelijk maar eentje gekocht. Als ik dat geweten had, had ik er misschien zelfs wel twee meegenomen. De bouw is niet onaardig. Hij weegt best wel aardig door, waardoor hij echt een beetje kwaliteitsgevoel krijgt. Ik vind het een mooi stofje. De LED-verlichting vind ik niet echt een toevoegende waarde eigenlijk als het daarom gaat. Of je moet het echt heel leuk vinden. Voor de rest vind ik het mooi dat hij inderdaad wel alle inputs heeft. Wat we in het begin van de eerste series van de Action Speakers ook al zagen. USB, TF, noem het maar op. Of de microSD-kaart. Er zijn echt gewoon vele opties als het daarom gaat. Voor de rest wel een mooi speakertje. Klinkt op zich redelijk. Met wel veel bas, maar het hoog mis ik een beetje. Kortom, ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, druk het belletje. Want dan zie ik jou weer de volgende keer.